Yo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video van Clash Royale. Maar voordat we beginnen, ik heb je nog eerst iets te vertellen. Elke keer als ik een Clash Royale video maak, krijgen jullie een nieuwe intro te zien. Niet met mijn normale intro, ga ik bij PlayStation gebruiken of zo, maar nu ook ga ik deze intro gebruiken bij Clash Royale. Het past er eigenlijk ook goed bij. Dit is de intro. En dat was de intro en welkom in deze gloednieuwe video van Clash Royale. En vandaag gaan we gewoon verder doen waar we waren gebleven. Ik heb deze video gemaakt en dat was even een toernooitje, maar dat was weer niet gekomen. En hier is nu de Sunnet uitdaging, maar ik ben nog geen level 8, ik ben level 5. En hier zie ik allemaal kisten staan, maar die ga ik allemaal bijhouden, want voor degenen die nog niet weten, ik ben van plan een chest opening video aan het doen. Deze kist ga ik ook bijhouden en als ik deze kist heb, dan begint mijn chest opening video, dus ik moet er nog heel veel werk aan doen. En dat gaan we dus doen in de video, maar deze kist ga ik wel open doen. Deze kist die doe ik wel open en dan krijg ik munten, maar zo weinig, amai. En dan krijg ik een ridder, oké. En dan krijg ik een bommentoren, amai. Oké, en dat was ook die kist. Heb ik pijlen in mijn deck eigenlijk staan? Heb ik pijlen eigenlijk in mijn deck staan? Ja, ik heb... Oké, dit is dus eigenlijk mijn deck. Voor degenen die het nog niet weten, ik heb Kabouton level 2. Dat is de enige epische kaart die ik level 2 heb. Goed, en dan beginnen we eraan met Clash Royale te spelen. En dan doen we gewoon de eerste fight. En we zitten nog altijd in Arena 3. En we gaan dus vandaag proberen om hoger te geraken. Want hoe hoger we zitten, hoe meer we zijn om naar Arena 4 te gaan. En als ik bij Arena 4 ben, dan komen de eerste legendarische kaarten. En in een supermagische kist is er wel een kleine kans dat je een legendarische krijgt. Dus ik hoop dat ik net op tijd in Arena 4 ben geraakt. Dat maakt niet van Arena zo snel, dat het internet een beetje slecht is. Maar voilà, come on, ridderke. Ja, je gaat het denk ik niet overleven. Oh my god. Kom aan, Kabouton, jij moet het doen. Fuck. Ik ga mijn heks plaatsen, dus... Ja, ik doe gewoon voor die musketier. Voilà, die is al dood, dus dat is eigenlijk ook geen probleem. Dus, come on, we can do this. Ja, kom aan, heks! Wacht, zijn er nog skeletten die leven? I don't know. Oké, voilà, hè. Voor die reus moeten we bijna niks aan. Hé, naber. Ik weet niet welke level 4. Ik weet niet welke level ik meer heb. Maar ik ga die wel verdedigen natuurlijk. Ik ga er direct achter komen welke level ik heb. En dat is level 3 heb ik. Ik heb niet welke level. Oh, mijn baby target. Ja, één adem. Of ja, één klopje. Oké, voilà. Dat is al toren nummer 1. Prins, jij mag helpen. Ook al van die verstoord. Oké, minipack, je hebt nog maar 2 klopjes kunnen doen. Ja, prins, jij gaat ervoor gaan. Ah, nee, oké, die heeft wel geklopt, maar ik heb wel last van gunstelingen. En, voilà, hè, come on, Kabouton. Doe je ding. Ik ga geen pijlen gebruiken voor dit. Pijlen gebruiken is meestal voor skeletten liggen en al. Oké, hekske, come on, hè. Jij goed. Jij doet de laatste loodjes. Nee, niet die rust pakken, nee. Waarom? Is een minipekka tegen minipekka en een torenke. Dus eigenlijk zou normaal deze minipekka eerder moeten sterven. Of ze sterven allebei. Kan ook. Mijn babydraakje, mijn ridder komt erbij. Het is nu tijd om te verdedigen. Aanval moet ik even overslaan. Ik moet aanval even. Oh nee. Ik ga gewoon pijlen zetten. Nee, ik ben een toren kwijt. Ik ga gewoon Kabouton even hier zetten. Musketier heeft mijn ridder verwoest gemaakt. Ja, Kabouton, come on, maak het af. Nee, die hebben een fucking vuurbal gezet. Heks, maak het af. 1 musketier maakt nog geen verschil. 1 musketier met meer dan de helft van zijn levens kwijt. Oh my god, kom op. Waarom moet die per se altijd een reus zetten? Serieus. Echt waar, doe normaal. Genoeg. Even dit doen. En nu met een prins. Oh, maar ook al gaat hij. Ik ga gewoon mijn woede gebruiken. Ja, voor degenen die weten, ik heb woede. Dat is mijn nieuwe epische kaart en ik gebruik die ook. Hier, Kabouton, jij gaat het afmaken. Of met een prins. Ah, nee. Ik wil het zingen. Ja, come on, Kabouton. Doe het. Nee. Fuck you. Come on, nee, dit wordt hem. Fuck you. Echt waar, jong. Ik ga gewoon pijlen schieten. Ik ga gewoon pijlen erop afschieten. Ook al,
Ook al gaat die toren nog niet dood. Ik doe hem gewoon even. Oh my god, die Sunder dead. Ja, die gaat op mijn kleine toren jagen. Die gaat gewoon op mijn kleine toren jagen. Kom aan, jongens, jongens. Ja, nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Het einde van uw leven. Nu gaat het gebeuren. Bye bye, bitch. Voilà. Goed. 26 trofeeën erbij. Daar zijn we vanaf. Speel gewoon. Voilà, ik moet gewoon een kaart zetten. Dat is een opdracht van mij. En wat heb ik nog voor opdrachten? Win 5 keer een 2 tegen 2 gevecht. Wel, dat ga ik nu veranderen. Deze opdracht ga ik nu veranderen. Verzamel 100 kaarten. Ja, dat is dan met al die kisten. Maar kan ik niet eens kaarten kopen in de winkelshop of zoiets? Ja, hier. Boogschutters, ik gebruik dan wel niet. Maar het is voor mijn opdracht, dus... Voilà, dat zijn al 20 kaarten. En ik kan pijlen kopen, want ik heb die nodig. Ook al zijn het maar weinig pijlen. Het zijn maar 2, maar oké, dat is ook geen probleem. En hoeveel missie musketier? Ja, eigenlijk, ik hoef dit niet te weten. En ja, al die kisten die ga ik gewoon opdoen met het opening video. Maar we gaan nu niet even kijken hoeveel trofeeën ik nodig heb voor Arena 4100 trofeeën. We zitten aan 876, ik ben aan 900. Nu wordt dit het laatste gevecht van de video. Het is maar het tweede gevecht, ik weet het, maar dit is al het laatste gevecht van de video. Ik weet, oh my god, ja, ik zie het soms een beetje laag. Oké, let's do this. Oké, ja, die heeft de prins gezet, dus voilà, met een aanval. Die gaat daar zijn, prins en heks tegelijk. En dan pak ik iets en oh my god, die heeft skelettenlegger, verdomme. Heks, jaag die weg. Oh my fucking god. Oké, ik ga hier een ridder moeten zetten. Yep. Die voelt mijn ridder aan. Oké. Ja. Oké, mijn ridder leven. Oh my god, die heeft een ridder van level 6. Mijn aanval is dus blijkbaar mislukt. Ik moet meer nu gaan verteren. Oh, maar het heeft ook gunstelingen. Blijf van mijn mini pekka af. Fuck you. Maar nu ga ik damage geven. Nu ga ik damage geven. Voilà. Wat zeg je daarvan? Wat zeg je daarvan? Oké, ja, ik kan me gewoon mijn baby dag op afsturen. Gewoon even iets snel op afsturen. Maar ja, ik ga deze toren kwijtraken. Sowieso. Sowieso. Voilà, ik ben mijn toren al kwijt. Oh my fucking god. Oh my fucking god. Ja, die ga ik toch niet mee op verdedigen. Skelettenleger. Even pijlen pakken. En wee. Oké, daar ben ik al vanaf. Ridder tegen ridder. En er is al een kanon die vuurt. Dus is zien. Ja. Die ridder gaat dood. Die ridder gaat dood. En de mijne blijft over. Maar ja, de mijne staat te sterven. Ik ga weer een prins gebruiken, voilà, voor deze toren hier, die heeft minder levens dan die andere prinsessentoren, dus dat is eigenlijk ook wel goed. Ja, oké, dat wordt hem. Maar nu moet ik echt even opletten op mijn kroontoren, want die zit even wat in de damage. Oh, de prins heeft ook niet zoveel leven verloren, dus ik zou wel woede gebruiken. Oh, nee, come on, oh my god, nee, verdomme. Serieus, ik was er bijna. 209, oh my fucking god, jongen. Oké, dit was ook het einde van deze korte Clash Royale video. Ja, laat een like achter als je het leuk vond hier beneden. En abonneer op mijn kanaal om gratis op de hoogte te blijven van de nieuwe video's die eraan komen. En ja, bedankt voor het kijken. De outro blijft hetzelfde, maar de intro is anders. En ja, voor Clash Royale tenminste. En ik heb nog maar één ding te zeggen. Peace out met jullie en tot de volgende video. Ciao.